Na tien jaar bouwen is het project Drulsebeek en Groesbeek bijna af. Onder andere wethouder Nelson Verhul liep mee met de rondleiding. waarbij een bewoner, initiatiefnemer en aannemer met trots het resultaat presenteerde. Volgens wethouder Nelson Verhul is de realisatie van de wijk een geslaagd project. Nou, dat ik het een hele mooie wijk vind die hier is ontstaan. naast een sportveld. Uh, ik was natuurlijk benieuwd hoe dat, uh, hoe dat is ook bij hoe de mensen hier het vinden. om naast een sportveld uh, te wonen. Maar ja, het zijn natuurlijk hartstikke mooie woningen hier. Een mooie combinatie van sociale woningbouw en. Uh, en Particulier. Dus een bijzonder project. Crisis is zeker de oorzaak van dat het wat langer heeft geduurd dan aanvankelijk gedacht en gehoopt. Maar dat je dan toch uiteindelijk met elkaar zoiets weet te realiseren, vind ik heel knap. Momenteel wordt er nog druk gewerkt aan de laatste appartementen. Ondanks dat steeds meer huizen van het gas worden gehaald, zullen deze woningen worden aangesloten op een traditioneel gasnetwerk. Volgens Verhul is dat geen grote teleurstelling. Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Kijk, je gaat stapsgewijs. En op een gegeven moment gaan we natuurlijk ook, ook dit soort wijken, op een gegeven moment en de langere termijn, ga je kijken van op welke wijze kun je dat duurzaam verwarmen. Maar je moet niet alles in één keer willen. Uh, ook als GroenLinks moet je realistisch zijn van wat je nu bouwt, uh, tegen welke vereisten. En, en de vereisten worden steeds steviger. Maar je moet niet denken dat je nou meteen alles volledig duurzaam uh, kunt maken. Uh, maar ik denk dat de bouwer ook zijn best heeft gedaan om uh, uh, toch mee te gaan in de, de vereisten die er nu, nu zijn. Hè. Uh, hier deze woningen zouden eigenlijk uh, in 2012 uh, worden gebouwd. Maar toen gelden andere eisen. Nou kijk, de aanvraag kan natuurlijk altijd naar de gemeente. En we kijken natuurlijk uh, serieus naar uh, aanvragen en verzoeken. En kijken waar we uh, gezondheid en sport en beleving kunnen ondersteunen. Uh, dus uh, we zullen er serieus naar kijken. Uh, dus, maar dat is ook uit Uiteindelijk aan de raad waar ze wel en de financiën voor, voor beschikbaar stellen. Ik vind het een buitengewoon mooi geslaagd project. die mijn voorganger goed in de stijgers heeft gezet en met deze partijen heeft afgerond. De aanleg van een beweegtuin staat ook nog in de planning. maar voor dat project zijn de financiën nog niet helemaal rond.